Goedemorgen en welkom op deze tijd december in het jaar 2018. Laatste run voor dit jaar. En wat beter dan hier in Drunen bij de oudejaarstrail van Trailrunners Brabant, Eybert en Jeanette. Tweede editie, tweede keer dat ze doen. Twee afstanden, korte afstand 13 kilometer, 14 kilometer en lange van 24 kilometer. En ik mag vandaag een groep meenemen met de 24 kilometer. Mooi kleinschalig evenement. Niet duur, 7,50, waarvan een gedeelte naar Goed Doel gaat, naar Kika. En geen tijdsregistratie. Gewoon lekker. Laatste keer rennen in dit jaar. Dan samen genieten van Drunense Duinen en de omgeving. Dan hier lekker. Op dit stukje grond samen napraten bij een haardvuur en een goede bak soep. Dus, we zijn nu nog bezig met druk met het opzetten van alle tenten en alle spullen. En dan gaan we kijken wat voor mooie dag het wordt. En ik neem jullie mee. Thank you.
Welkom in 2019. Eerste dag van het nieuwe jaar. Maar niet het begin wat ik gehoopt had. Ja, oudjaarstril. 2 kilometer voor de finish. Weer door mijn enkel gegaan. Weer dezelfde enkel als een paar weken geleden in de Ardennen. En ja, dat is balen. Ik had eigenlijk vandaag verwacht jullie mee te nemen op een mooi rondje. Even lekker weer rennen. Ren het nieuwe jaar in, maar het is even niet anders. Dus we zijn even aan het wandelen. Wandelen in het Noorderbos. Vlakbij mijn huis. Eigenlijk niet vaak geweest. Ik loop meestal eindje door naar huis te rijden of naar de Drunense Duinen. Maar het is een mooie gelegenheid om eens te kijken naar 2018. Wat een jaar! 2018, ik loop nu 2,5 jaar, of ren nu 2,5 jaar. Waarvan nou ja, ruim 2 jaar denk ik. Nou, voornamelijk trails. En wat heeft dat jaar me toch veel gebracht? Het zijn al echt gigantische, fantastische hoogtepunten. Als, ja, toch wel ook een aantal dieptepunten. Begon 2018 ook met een enkel die een paar keer omgezwikt was. Ja, toch ook weer een aantal blessures gehad. Scheenbeen wat irriteerde. En dan hier aan het einde weer een paar keer enkel door de enkel gegaan. Maar goed, daar leren we van. Het is even een bittere pil waar je doorheen bijt. Maar je merkt wel van, goh, waar moet ik meer focus op trainen? Waar kan ik nog meer uithalen? En soms is het niet even erg om wat rustig te doen. Als je maar voor jezelf in je hoofd houdt van, goh, wat wil ik? Wat zijn mijn doelen? En hoe kan ik dit, wat er nou gebeurd is, inpassen in hetgene waar ik naartoe wil? Dat is top. Maar ook 2018. Het jaar dat ik mijn eerste ultra liep. De 50 kilometer van de Salantrail in maart. Wat een ervaring. En dan nog 2 keer een ultra. De 43 kilometer van de Freedom Trail in september. En de 58 kilometer van de Bear Trail. Wauw. Ja, dat smaakt naar meer. Absoluut. En dan ook de geweldige mensen die je ontmoet tussentijds. De geweldige evenementen die je meemaakt. Zoals de trails van Kern Adventures en Trails. Brabant Trail Series. De trails van Bearsport. Noem maar op. Maar ook de mensen die je ontmoet. Even een random greep. Gabrielle. Die ook traint met mij bij Teun Geurt. Mark Wagenaars. Man van de Ultra Shuffle. Die waar ik een klein stukje mee heb gelopen tijdens de Leo 180. En zo kun je een heel lijstje afgaan. Ik vergeet er absoluut een aantal, maar elke sporter die zo'n passie heeft voor deze sport en die ook een warm hart toedraagt, steunt, tips, noem maar op. Elke ontmoeting daarin is waardevol. Roelof, Craving Trails, waar ik even mee heb gelopen. Een deel van de Koning van Spanje route. Gouden vent. Die is nu ook bezig met zijn trainen na zijn eerste ultra. Nou, geweldig toch? En ja, zo 2018. Ik kan niet zeggen dat het een slecht jaar is geweest. Ik heb ervan genoten, van elke kilometer. Dus we gaan daar mee verder. En
ja, het absolute hoogtepunt voor mij was nog wel te rennen met mijn broertje Michiel. En Michiel, mijn broertje. Andere van de Demon Runners. Of de Hoge Veluwe Trail. Samen gelopen. Het was zijn eerste grote evenement sinds lange tijd weer. En wat heb ik genoten van die loop. 28 kilometer. Zijn langste afstand tot nu toe. En waarschijnlijk ook zijn langste afstand wat het zal blijven. Want helaas zit hij waarschijnlijk nou met zijn derde hernia. Hij heeft in ieder geval weer problemen met zijn rug. En hij heeft de beslissing genomen om niet actief meer te gaan rennen. En ik begrijp dat. En respecteer dat. En vind het heel erg dapper van hem. Ik vond het geweldig om met hem te kunnen rennen. Om samen die ervaring met hem te delen. Want soms moet je gewoon even letten op jezelf. Misschien een moeilijke beslissing maken, maar ook die hoort erbij. Ik vind het erg jammer, maar goed. Het is niet anders. En hij draagt zo'n centje bij in een totaal andere manier. En daar ga ik ook van genieten. Gaan we samen van genieten. En zorgen dat het ook heel mooi wordt. Een van de mooiste herinneringen van 2018, die prijkt nou naast mijn computer. En dat is de finishfoto die we samen hebben laten maken. En ja, dat is toch wel op dit moment een van mijn meest dierbare herinneringen aan het rennen. Maar ja, 2018. Dalen, maar ook pieken. Top. 2019. Nou, dat wordt een jaar. Sowieso in juni, met op dit moment mijn uiteindelijke doel is om de, zoals het er nou uitziet, de 64 kilometer van de Zugspitz te rennen. Zowel 3000 hoogtemeters. En de aanloop daar naartoe. Ik heb dat van de week eens het lijstje te bekijken wat ik gepland heb. En met mijn coach Teun Guts besproken. En op dit moment staan erop 4 ultras, inclusief de Zugspitze. De andere 2 zijn 43 kilometer, of nou zo ongeveer, van de From Dusk Till Dawn Trail in februari. Een nachttrail in de Ardennen. 2018 heb ik de 24 kilometer gedaan en dat was een feest. Dat was zo gaaf. In de nacht, sneeuw, modder, donker, met een lampje in de Ardennen. Ik heb ervan genoten. De volgende. De 60 kilometer van de Vuurtorentrail op Ameland. Nog nooit op een eiland geweest. En naar een aantal mensen schijnt de Vuurtorentrail op Ameland wel een van de leukste en mooiste evenementen te zijn die Nederland heeft. Totaal andere omgeving dan ik ooit gewend ben. Ik ben meer een bosrenner. Ik hou van bergen, heuvels, zoals Limburg, Zuid-Limburg of Ardennen of de Eifel. Dus dat is een totaal andere omgeving. Ik verwacht veel klapzand, veel strand, duinen. Dus dat wordt hier ook flink aan de bak bij de Drumse duinen. En dan inderdaad Zugspitze. Een van de enige wegwedstrijd die ik op dit moment nog gepland heb, is de Marathon van Tilburg. Ik heb afgelopen 2 jaar de kwart en de halve gedaan. 2018 de halve, omdat ik ook weer, ja, ik zat met mijn been, dus het was niet verstandig om de hele te doen. Maar dit jaar moet de hele eraan gaan. Die wil ik lopen. Binnen 4 uur
moet te doen zijn. Zeker met mijn training, mijn bijstand van Teun en mijn schema. En voor de rest staan er nog een aantal hele leuke kleinere evenementen op stapel. En daar gaan we ook van genieten. En dan ja, wat brengt 2019 nog verder? Het is een heel kleine blik op de eerste 6 maanden. Maar in het najaar, ja. Daar zijn toch ook nog een aantal leuke evenementen in gepland. Of in ieder geval, die heb ik voorbij zien komen. Met onder andere de 50 mijl van de Bello Gallico. Dan weet ik dat mijn vrouw daar absoluut niet staat op te springen om mij daar mee te laten doen. Maar we zullen zien. We zullen zien. Ik wacht eerst even af hoe ik uit de 60 kilometer van het zoekspits kom. En dan kijk je verder. Ik wil weer meer gaan doen in Duitsland en in België. In het voorjaar wil ik sowieso nog een revanche nemen op de 30 van Sea. Waar ik anderhalf maand geleden mijn enkel 2 keer heb verstuikt. Ja, die schreeuwt erom om weer gedaan te worden. Dus geweldige omgeving. En voor de rest, we zullen het zien. Er zijn zoveel mooie evenementen hier in Nederland. Maar ook in de directe omgeving van Nederland om te doen. En ze hoeven allemaal niet duur te zijn. Zeker in België, daar heb je genoeg leuke, kleine, laagdrempelige evenementen. Die niet veel kosten. Maar waardoor je zo'n mooie omgeving gaat. En nou, daar heb ik zin in. Eerst herstellen. Eerst zorgen dat mijn enkel weer aansterkt. Ja, dan kom ik er niet onderuit om daar toch meer aan krachttraining te gaan doen. Wat ik ook van plan ben. Dat zullen we wel zien. Wat ik nog meer van plan ben. Ja, met het kanaal. Dat gaat gewoon door. Ik blijf proberen om 1 keer in de maand. Of 1 keer in de week. Of 2 keer in de week. Iets te plaatsen. Een update. Review van een race. Maar ik wil ook meer reviews van gear gaan doen. Schoenen, packs, kleding, noem maar op. Ik heb een aantal dingen die ik al een tijdje goed gebruik. En dat moet ik toch echt meer mee gaan doen. Want misschien hebben jullie daar ook wat als kijker. En voor de rest, we zullen het zien. Het zijn trails. We gaan genieten van de weg die de trails ons leiden. De mensen die we ontmoeten. De ervaringen die we opdoen. En dan daar neem ik jullie graag in mee. Mocht je nog suggesties hebben of ideeën, laat het weten. Zet iets beneden in de comment section. Op Instagram zitten we onder de naam Demon Runner. En uiteraard ook Facebook, Demon Runners. Vind je dit soort dingen leuk? Abonneer op ons kanaal. Vergeet niet op het belletje te klikken. Om een notificatie te krijgen als we weer iets nieuws plaatsen. En dan rest mij jullie nog een heel mooi, een heel uitdagend, vol met mooie ervaringen 2019 toe te wensen. Geniet ervan. Van alles wat je tegenkomt. En dan zien we elkaar vast op de trails. Of ergens daarbuiten. Dat was het voor 2018. En we gaan mooie ervaringen tegemoet in 2019. Keep on trailing.